Ja, Frans Babylon. Och, wat dit. Hè? Ja, is inderdaad. Ik weet nog geen eens dat ik geschreven heb. Frans Babylon. Vandaag zat God weer in mijn huid en strooide bloemen van verlangen. Ik nam een kort en kloek besluit. Bleef in de maannacht zitten om een vermolmde zomerbruid in mijn net te strikken. Frans heeft in die periode, omdat hij aan de krant verbonden was, kunstrecensies schreef, die van een totaal ander kaliber waren dan wat die Jan van der Harten deed. En die waren altijd positief, uitnodigend, inspirerend. Dat waren goede, zeer goede recensies. En de andere, dat was Jan van der Harten. En dat was een ex-sportjournalist die ze op de kunstredactie gezet hebben. Nou, en die schreef dan precies wat het Eindhoven Dagblad gaat worden om de gemiddelde spitsburger tevreden te stellen, weet je wel. En dat deed Frans dus niet. Dus die, bijvoorbeeld een expositie van abstracte kunst van jonge kunstenaars, nou, daar zou het Eindhoven Dagblad nog niet naartoe gegaan zijn. Dan kreeg je nauwelijks, weet je wel. Veel moeite van Frans, die schreef er wel over. En een positief en uitnodigend. Maar om een voorbeeld te nemen ook nou over Joop. Joop die had toch weer grote kritiek op Frans Babylon. En wel onze levenshouding. En dat ging dan toch eigenlijk om kleine dingetjes van, ja goed, hij laat zijn vrouw in de steek of dit en dat, weet je wel. Dat ging toch maar over zedelijke en morele kwesties. Hè? Niet? En daar waren wij, dat was Jeff van Turnhout en ik. En, nou, wij hadden daar geen boodschap aan, weet je wel. Je had niet die... Nee, die morele dingen en die overwegingen, dat vonden we een flauwekul, weet je wel. Het ging om de kunst. Primair. En dat ging Frans ook. Mijn broer Frans is in zee gelopen. Of in zee gaan zwemmen. Die heeft dat niet overleefd. Die was verzwakt. Zijn drank was die. Zijn huwelijk was kapot. Maar dat wist ik niet. Ik had alleen... Dat laatste half jaar, toen ik zo huilde met die dingen, was ik mijn broer al aan het zoeken. Ik bij de poort van Kleef. Dan zei Bert, Bex... Fria, je broer die is naar Amsterdam terug. Die is wel hier geweest, maar die is weer naar Amsterdam. Ik zat in sociale werk. Ik kon door de week zomaar mijn broer daar niet gaan over zoeken. Over Frans. Ja. De gaten ronden dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Het woordje, dat zullen we het woordje zelfmoord, dat bij mij, ik formuleer het dus anders. En ik mag het formuleren op mijn manier als zuster. Het heeft dus... pikant genoeg en ordinair genoeg weer het vorig jaar in die feuilletons gestaan. Die ordinaire feuilletons van het Eindhoven Dagblad, waar ik voor naar van der Hart geweest ben als zuster. En gezegd heb, ik kom van Vlerkenis bij zijn vlerken pakken. Maar die was het natuurlijk niet. Nee, dan zijn de heren er niet. Toen heb ik gezegd, ik wil inzagen in de laatste reportage die nu nog komt. Want men heeft zich niet aan het woord gehouden van mijn zuster uit klooster. Namelijk dat wij een zekere inzage zouden hebben, omdat wij foto's gegund hadden aan de krant, zouden we inzage hebben in de reportage. Dat is helemaal niet gebeurd. Maar Frans Babylon had ook een gedicht geschreven van hoe het eruit zou zien als hij dan, dat hij gevonden zou worden op, aan het strand. Ja, het punt is dus dat hij, het punt is dat hij op een stralende zomerdag, met een die blauwe lucht, 's middags, is die verongelukt. Ik zelf denk tussen 2:30 en 2:30. Waarom? Omdat ik toen op de kunststichting een sollicitatie had lopen voor mezelf bij Wim Hazeu. Die naam kent u misschien niet. Wim Hazeu, die zat toen op de kunststichting hier op de Bilderdijk. En ik wilde in het museum gaan werken. Dus uit het sociaal werk een tijd uit. En toen begon hij meteen over, bent u soms een zuster van Frans Babylon? En toen kregen wij een gesprek over Frans. En toen werd ik ineens heel boos en heel verdrietig. En toen zei hij, ik ben een goede vriend van Frans. En toen zei ik, ja, dat zeggen ze allemaal. Maar of ze het zijn, dat is de vraag. En toen ik heb mijn tas genomen. Ik heb die sollicitatie dus verknald.
Ik ben zelf gewoon weggelopen tijdens de sollicitatie, iets wat ik nooit deed. En toen ik op de stoep stond van de Beelderdijk, daar van de kunststichting, toen moest ik heel sterk, ontzettend sterk aan mijn broer denken. En kwam ik heel desolaat thuis. Dit was het huis van de burgemeester en hier, dit is het oude huis. Ja, dit is het oude huis. Het oude huis van je vader? Ja, waar heel de familie woonde. En vroeger als je bij de poort zat, dan vond je het fijn om met iemand te praten. Als ik toen, was ik 16 en als ik met iemand van 60 aan de bar zat, nou, dat vond ik prachtig hoor. Dan had ik het idee van nou gaat het allemaal gebeuren en zo. En die nemen mij ook serieus, die oude mensen. De gedachte was toen heel anders. Huh? Ja, daar hoorde oom Jan Boek bij en die organiseerde toen al de dichtavonden. En Frans Babelou, die had al de hele wereld rond gezworven. Frans Babelou. En die bleef in Spanje hangen, op die grens daar. Daar ben ik nog wel eens geweest bezoeken. Dat was een week geweest. Dat was echt een belevenis. Ik dacht bij mij, ja. Het heeft me altijd aangetrokken, want ik ben zelf ook in een Bourgondier. Denk ik, want daar ben ik nog. Het is gewoon het gevoel. Als je daar niet mee meevoelt, dan accepteer die mensen, of dan doe je maar. En dan, je moet het een beetje aanvoelen. Ja. Look at me, I'm drinking again. Drinking all over town. Yeah, I'm drinking again. Ik had een leuk nummer in, een leuk nummer, een swingend nummer. Ik ken het ook. Ja, hij heeft veel van die nummers die iedereen kent, maar deze vind ik ook altijd erg leuk, deze. Gewoon leuk, hè? It happened in Monterey a long time ago. I met her in Monterey, in old Mexico. Stars and steel guitars and luscious lips as red as wine. Broke somebody's heart and I'm afraid that it was mine. It happened in Monterey without thinking twice. I left her and threw away the key to paradise. Dat is helemaal in het begin waar we een beetje kwamen. Het is de zijstraat van de Helmondseweg. Eens even kijken. Hier, deze weg is het. De Frans Babelonstraat. Dus je ziet hier die gele weg slingeren. Ja, zie je het? Ja. Het spoor, die gele weg slingeren. Hier heb je de Helmondseweg. En dan heb je, vlak voor die gele weg heb je... Weet je waar dat is? Nee. Leon, hier is Frans Babelon. Kijk, dat is nou het bordje niet, maar Frans Babelon, dat is mijn vader. Kijk, monument voor Deurne. Ook dat bouwverkeer eronder. Maar ja, dat is nog allemaal nieuw. Wordt misschien een mooie wijk. Waar veel wordt lief gehad, hè? Ja. Maar goed, het is een beetje donker, koud. Straks in het voorjaar dan bloeit Frans Babelonstraat helemaal op. Want hij zwierf al erg veel in Frankrijk en in Spanje. Het was wel zo van als klein kind van op school. Hè, dus ieder kind op school die is trots op zijn vader. En dat is opscheppen tegen elkaar. En, ja. Van wat de ene vader die was dit en die kon dat. En, maar ja, ik zag mijn vader eigenlijk dan niet zoveel. Dus ik fantaseerde er maar rondomheen. En dus in eerste instantie was van ook zo van, ja, mijn vader die is in Spanje en die is Zwarte Piet geworden of zo. Hè, van, Maar dat er een moment was dat ik het heel moeilijk had. Dat ik een keer in de stad was. Het was ook een periode dat ik een beetje experimenteerde met verdovende middelen, mijn hash en zo.
En toen moest ik een keer naar het toilet en toen kwam ik bij de poort van Kleef terecht en toen hing daar een zelfportret van mijn vader. Enfin, ik vergat om naar de wc te gaan en toen ben ik naar de bar gegaan. Dat was de eerste keer eigenlijk dat ik Bert Becks leerde kennen. En toen zei ik, goh, die ken ik. Dat is dat is mijn vader. En een week later, toen kwam Bert bij ons thuis en toen kwam hij daar schilderij geven. Nou, hij heeft toen een jaar bij mij op de kamer gehangen. En daar heb ik bepaalde ervaringen mee gehad. En daar heb ik ook met mijn moeder over gesproken. Kan je iets vertellen over die ervaringen? Het is voor mij in ieder geval heel duidelijk geweest dat er een moment was waar ik van overtuigd ben geweest dat een spirituele ervaring is geweest. En dus niet door onder invloed van drugs of wat dan ook. En dat heb ik ook heel duidelijk gesteld. Op het moment dat ik een nacht niet goed kon slapen, dat ik heel duidelijk gewoon een beetje in de put zat. En dat had natuurlijk ook een link naar mijn vader. En dat ik dus op een of andere manier voelde van, zit ik nou tegen iemand te praten? Maar toen realiseerde ik van, ik voelde een aanwezigheid van iets of iemand. En toen keek ik naar de schilderij en toen zag ik mijn vader gewoon in de kamer staan. En toen zei ik tegen mijn vader van, nou, fantaseer ik nou of is dat nou echt? En ik wil ook weten of ik dit echt ervaar, want anders dan, ja, dan dat vind ik een heel oprecht iets. Van, is dit nou fantasie? Verzin ik dat nou? Of is dat nou een echte ervaring? En ik zeg, dan moet jij daar maar gewoon een teken mee geven. Het viel het schilderij van de muur af.